Deze dagen verscheen deel 48 van Bob Evers. U weet wel, als u een jongen bent tenminste, over die drie jongens die de hele wereld afreizen, auto's huren, geld over de balk smijten en dan tussen neus en lippen door nog even een misdaadsyndicaatje oprollen. Vanaf deel 36 worden de romans niet meer geschreven door de eerste schepper, Willy van der Heijden, maar ze ademen nog steeds zijn brani. En dat betekent al met al een aardig erfgoed, als je weet dat er sinds 1950, toen deel 1 uitkwam, in ons land meer dan 5 miljoen exemplaren zijn verkocht. Maar dat is niet het enige erfgoed van de schrijver. Uit de nalatenschap dook onlangs ook het manuscript op van Waltertje Waarachtig en de Wilde Waaman, onder de auteursnaam Willem W. Waterman, uit 1943 en uitgesproken nationaal-socialistisch. Een sympathie die de schrijver na de oorlog in de cel bracht. En dan is er nog een pornografische roman uit 1971 onder de naam Zaza Ferguson. En er zijn meisjesboeken onder de naam Wanda Moens en ga maar door. Willem van den Hout, zoals hij in het dagelijks leven heette, was een man van veel gezichten. En al liet hij zich nooit voor de camera zien, een paar van die gezichten hebben we teruggezocht na een bezoekje aan zijn fanclubdag in De Kaag. Een plek waar ook Bob Evers, Arie Roos en Jan Prins al graag kwamen. Hoeveel geld hebben we nou met z'n allen bij elkaar? Daar zat Jan Prins als de hoenders bovenop. Wij drieën zijn begonnen met $1000 de man. Zoals gewoonlijk heeft Arie weer als een idioot met bankpapier om zich heen lopen strooien. Bob en ik hebben ons hotel betaald en dat is zowat alles. Wij hebben eigenlijk ongeveer $800 over. Wat die dolle dikke meer heeft dan een briefje van 10 is meegenomen. Ja, het is een stukje terug naar vroeger. Als je s'avonds een boek pakt, je ruikt het al als je het open doet. Het is een geweldige lucht. Dan begin je het avontuur. Je kent ze al, want je hebt ze al misschien wel 5-6 keer gelezen. En dan begin je weer en dan, je bent gewoon eventjes helemaal terug. Je zat af en toe gillend van het lachen op de bank dat je ouders vroegen wat is er aan de hand. Nou, dan hoefde je alleen maar te vertellen dat je een Bob Evers boek las. En dan begrepen ze het wel. Ja, die jongens die doen een hoop dingen die jij als jongen ooit vroeger ook wilde doen. Ze hadden geld, ze hadden auto's, ze gingen naar het buitenland. 20 jaar geleden, ja, toen wist je nauwelijks wat Amerika was natuurlijk. Je zag er ook niet veel van. Maar Bob Evers, Jan Prins en Arie Roos beleven er allerlei avonturen. Hoe schreef Van der Heijden die boeken? Ja, ik heb natuurlijk best wel wat gehoord van Van der Heijden. En hij staat bekend als een alcoholisch gevaarte. Er wordt ook gezegd dat hij een broodschrijver was. Dat denk ik niet dat het het geval was, want hij deed gewoon wat hij zelf leuk vond. En die man had gewoon iets. Waarschijnlijk had hij een grote duim. Zo was het, ja. En zo was het en zo is het café nog steeds. Maar dat waren we, zo waren we. Zo waren jullie? Jongens waren we. Willem. En iedereen hangt aan zijn lippen. Dit is Robert Jasper Grootveld. De oerprovo, Rob Stolk, de oerprovo. Hier is Henk Hofland. En dit is Scheltema. Dit is helemaal Scheltema. En Willem, ver voor den oorlog al journalist. Op allerlei manieren. En de grootste bek hier. En niet altijd de leukste bek. Dat wil zeggen, vonden anderen. Ik vond het altijd wel een leuke bek. Maar ja, soms werd hij weer uitgeknikkerd. Hè? Grappig is, op die foto zie je ook bijvoorbeeld dat bijna alles is schrijft. Behalve de arm van Willem, die is heel wazig. Want die staat zo was die. Ja, dat is. Dat is heel goed na. Dat is erg, ja, dat is erg goed. Nou, als ik hem goed nadoe. Wat is dat? Maar ja, nu ligt het hele café meteen stril. Dus dat was in Willemse tijd. Camera ook zo. Ja, dat was leuk. In de eerste plaats een feestneus. Iemand die het leven van de zonnige kant zag, die zoveel mogelijk practical joke uithaalde. Daarentegen was, dat hebben we een aantal jaren geleden ontdekt, was hij ook een heel controversieel figuur. Daar wil ik helemaal niet omheen draaien. Vooral zijn rol in de oorlog is zeer dubieus geweest. Hoewel hij zelf zegt dat hij in opdracht van de geheime dienst Nederland gewerkt heeft, moet ik daar toch wel zeer grote twijfels bij zetten. En nu naderen we weer het einde van deze zoveelste uitzending van de Gilclub. Illegalen onder onze swingvrienden, pas op voor communisten. Ze zijn veel gevaarlijker dan wie ook, want ze hebben niets te verliezen en alles te stelen. Dus tot de volgende week.
Cheerio en toedeloe en de groeten van Leonie. Die hele oorlog was eigenlijk voor hem een groot avonturenpark, een pretpark waarin hij zijn gang kon gaan. En hij vond het ook een geweldige tijd, een tijd waarin je kon lachen en hij kon zich uitleven. Hij kon zoveel drinken als hij wilde, hij kon jazzplaten draaien, hij kon leuke krantjes maken zonder dat iedereen op de vingers tikte. Hij maakte radioprogramma's, dus hij was helemaal in zijn element. Willem was een schrijver. Willem ontdekte hij kon schrijven, ja. Hij kon fantastisch schrijven. Ja. Maar dan heb je het ongeluk dat je net gaat schrijven en dan breekt die oorlog uit. Maar wat er in de oorlog officieel gepubliceerd werd, dat was fout. Waterman is met name bekend geworden vanwege zijn bijdrage aan het satirische blad De Gil. Dat tegen het einde van de oorlog verscheen. En dat de bedoeling had om de mensen in Nederland meer op pro-Duitse zijde te krijgen. En Waterman maakte van de Gil, wat het later ook geworden is, een heel gevaarlijk propagandamedium. Omdat je zou als leek zou denken dat je te maken hebt met een anti-Duitse krant. Dit is een hele leuke kop van Waterman. Daverende deining over labbekakken. Labbekakken is dus echt een typisch Watermanwoord, zou je kunnen zeggen. Dit is dan de laatste en dat is ook meteen ook weer voorzien van een term van Waterman. Generale repetitie. Dure les van Dolle Dinsdag. En waarin al die vluchtende NSB'ers en Nederlandse collaborateurs op de hak neemt. Zeg maar. De term Dolle Dinsdag komt van hem? Dolle Dinsdag is een term die Waterman verzonnen heeft. Ik denk dat iemand met zijn karakterstructuur, met de karakterstructuur van Willem bedoel ik, tegen het schizofrene aan, dat ben je toch met me eens? Ja, ja. Dat in zekere zin his finest hour was van Willem. Hij kon op alle tableaus, figureren en van links naar rechts mensen manipuleren, praten. Hij heeft eens tegen mij gezegd, het ergste wat ons kan overkomen, ons tweeën, dat is dat de Russen hierin vallen. Want dan kunnen we niet meer kletsen. Ja. Hij lulde iedereen om en van de sokken. Was je het er niet mee eens, dan nog ging je mee in zekere zin. Hij vond die oorlog eigenlijk geweldig. Ja. Er liggen hier allemaal verschillende uitvoeringen van Bob Evers. Welke zijn nou de oudste? Deze, die oude, de insiders noemen dat de hardcovers. Deze zijn dus ook echt allemaal gelezen, dat zie je wel. Want de stofomslagen waar de meeste mensen eigenlijk altijd naar op jacht zijn, die zijn er niet meer bij. Want daar zoekt iedereen naar, maar ja, wie heeft ze nog? Hoe belangrijk was Bob Evers voor hem? Nou, hij heeft een boekje of vier geschreven in de gevangenis toen. En dat is naar de hand gaan lopen, dat is een lopende bandwerk gewoon. Ik denk dat het een soort... Checkboek. Ja, checkboek, precies. Maar kijk, zijn ambitie was, hij heeft een keer gezegd, ik sta alfabetisch tussen die en die. Ik weet niet meer wat hij toen opnoemde. Ik ben de grootste schrijver van Nederland, dat dacht hij echt. En dat was ook werkelijk zijn diepere ambitie, denk ik wel. En daarom lagen we ook altijd in de clinch, omdat in mijn ogen hij zijn talent de grabbel heeft gegooid. Want hij had wel degelijk talent, hij heeft het nooit ontwikkeld. Maar Bob Evers was niet zijn grote ambitie? Bob Evers was niet zijn grote ambitie, verre van dat. Eigenlijk ben ik uit een soort van weemoed ben ik begonnen aan het schrijven van boeken over de Stille Zuidzee met een Amerikaanse jongen erin. Ik dacht, je komt er niet meer met drie jongens in een spook in een oude molen en acht jongens in een oude schuit. Je moet gewoon de wereld in. Dus toen ik die serie opzette, toen had ik ook het hele canvas van de hele wereld voor ogen. Tot en met Trinidad en Californië erbij en Zuid-Afrika. Nou, hij schijnt ooit een keer in België geweest te zijn, maar het is natuurlijk fantastisch als je daar nooit geweest bent. En je kan Amerika met zijn prairies beschrijven, je kan Noord-Afrika beschrijven, want dat heeft hij ook gedaan, en de Stille Zuidzee. Ja, dat was de fantasie van de man natuurlijk. Dat maakt de boek ook bijzonder, denk ik. Kijk, hier heb ik nou een brief van Joke Ravira. En wie was nou Joke Ravira? Joke Ravira, dat was degene die voor Candy werkte en daar de seksbrieven beantwoordde. Maar Joke Ravira, dat was in feite Willem Waterman, oftewel Willem van den Hout. Hij verzon zelf, contactadvertenties, waar dan de nodige respons op kwam. En dan lagen ze weer gillend van de lach over de burelen, zoals hij zelf schreef, van wat die gekke mutsen allemaal naar hem terugschreven.
Willem kwam vaak bij mij in Noord-Groningen even ontnuchteren. En dan belde hij me 's morgens tegen een uur of 4, half 5, zeer onchristelijke tijd. Maar we waren beide geen christenen, dus dat scheelde. Belde hij me op en zei: dag Meijer, hoe kom ik eigenlijk bij je? En dan had hij een slok op, niet één, maar vele. En dan zei ik: nou Willem, luister nou, je neemt de eerste trein naar Groningen. En dan neem je de trein naar Rode School. En daarna bel je me even op en dan kom ik je halen. Ja, akkoord, akkoord, oude spion. Dat gaat wel, ja. Willem is een paar dagen gebleven. Op thee, vooral thee, veel thee. En op een gegeven moment zie je dan wat jeneverbottels onder flessen onder het bed liggen. Dan denk je, oh ja, hij is weer onderweg. En dan verdween hij naar Amsterdam. Hoe ouder ik werd, hoe grotere schreeuwen opzetten. Ja. En hoe leger de fles werd. Ja, dat vooral. Want als hij nuchter was, was het een toch wel vrij introverte persoonlijkheid. Een lieve man. Ik vond een lieve man. Verlegen meer, introvert ja, ja, wel. Ja, verlegen man. Ja. En hij overschreeuwde zichzelf. Hij overschreeuwde zichzelf, absoluut. Ja. En overspeelde zijn hand heel vaak. Veel drinken, hard schreeuwen. En hoe schamel dat ook klinkt, misschien ligt daarin wel de noemer van die wemeling aan tegenstrijdigheden in de bezigheden van Willem van den Hout. Want of hij zich nou met het nationaalsocialisme verbond, of met Provo, met jongeren of pornografen, of noem maar op. Het lijkt wel of het eigenlijk om steeds dezelfde houding gaat van provocaties tegenover burgerlijkheid, truttigheid, middelmaat, labbekakkerigheid. Maar goed, dat is maar een psychologisering. Voor meer zie www.anderetijden.nl, want onze tijd zit er weer op. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze.